Zo, koffie. En dit is die kaas. Het is die 17 graden. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 6 mei. En volgens mij is het iemand jarig. Is dat een partner van iemand? Of niet? Even spieken hoor in mijn agenda. Oh. Vandaag is Dien jarig. Een kijker. Hartelijk gefeliciteerd. Ik hoop dat je een toffe dag hebt. En ik hoop dat je inmiddels bent begonnen met bullet journal. Want daar vroeg je van, is dat niet te vrouwelijk? En waarom? Ik vind dat zo bekrompen denken dat iets mannelijk of vrouwelijk is. Gewoon, als je het leuk vindt, gewoon lekker doen. Daarom. Dus kijk bijvoorbeeld even bij helemaal Ronald. Die heeft bullet journal ook. Die gebruikt het voor zijn tuin. Ja, weet je, je kunt ermee doen wat je wilt. Dat is nou het leuke van bullet journalen. Dus hele fijne dag. En ik ga gauw zorgen dat ik er iets fatsoenlijker uit kom te zien. Want we hebben vandaag gewoon weer school. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe het gaat. Want ik keek net in mijn rooster. Dat is een grote verrassing. Maar goed, daar kan ik niet veel over zeggen helaas. Ik zie jullie zo meteen beneden. Even een kopje koffie, een puzzeltje. Toch goed. Zo, maar even een staart in. Dan even een lekker dagcreme. En in deze zit ook al zonnebrand. Dat is wel handig, zeker nu het vandaag van dat mooie weer gaat worden. En ik dacht elke keer dat mijn neus rood was, maar hij is gewoon bruin. Op een of andere reden word ik dit jaar heel bruin. En dan loop ik wel veel, maar ik probeer toch wel de zon een beetje te mijden. Omdat ik het daar niet zo heel goed tegen kan. Ja. En wat er over is, dat smeer ik lekker over mijn handen. Door al het gewas zijn hier nog steeds kurkie droog. Maar goed. Ik kan er weer even tegen. Zoals is gegeten, even tanden poetsen. Ik poets te vaak van tevoren mijn tanden. Maar ik ben bij de tandarts geweest natuurlijk. Toen zei ze, je kunt toch beter even na tanden poetsen. Zo, klaar. We gaan op naar een kop koffie. Nee, we gaan niet op naar een kop koffie. We gaan nu de waszet aanzetten. Dat zou ik gisteren al doen, maar dan ben ik straal vergeten. Dus dat ga ik nu gewoon even regelen. Ik heb een wasmand vol, want ik heb eigenlijk de hele vorige week niet gewassen. Ja, één klein wasje, maar niet een grote was. Dus ik heb nu een wasmand vol. Dus ik ga ze even naar boven sjouwen. Zo, koffie. En dit is die kaas. Het is die 17 graden. Het is zelf wel warm, want de zon komt er wel in. En ja, ik heb 's avonds de gordijnen dicht. En dat heeft niets te maken met dat ik mensen niet naar binnen wil laten kijken of zo. Maar alles met de weerkaatsing van de zon. En dan zie je dus niks op je tv. Misschien staat hij ook niet op de meest logische plek of de meest handige plek. Maar ja, hij staat daar al een paar jaar. Ik ga eerst even wat dingen doen. Kopje koffie, bekertje water. En deze puzzel afmaken. Ik moet nog een heel klein stukje. Kijk. Dat stukje moet ik nog. Nou, dat moet er nog in lukken voor 8 uur. En dan ga ik aan de slag. Het is 7 uur 47 en de puzzel is al een hele poos af. Maar ik was nog even een filmpje aan het kijken op Omroep Flevoland. Want Sarah en Matthijs zijn geïnterviewd door Omroep Flevoland. Ik zal even een linkje hieronder plaatsen. Ik hoop dat het dan nog op de website staat. Maar het is echt een super mooi filmpje geworden. En laat gewoon zien, ja, weet je, hoe zij in het leven staan. En daar kan ik me gewoon helemaal bij aansluiten. Het glas is half vol, niet half leeg. Maar mijn puzzel is af. Dus die ga ik opruimen. En dan ga ik een kleine neerleggen van maar 500 stukjes. Want die heb ik gevonden nog.
Ik doe de puzzel open en mijn moeder had inderdaad gezegd, ik heb een boekje erin gedaan uit 1980. Dit zat dus in de Margriet, huismiddeltjes. Ik ga eens even kijken wat er allemaal in zit, of er nog iets zit wat we nu nog steeds gebruiken of kunnen gebruiken. En dit is de nieuwe puzzel. 500 stukjes maar, dus een kleintje. Van de brandweer, maar nog uit de tijd dat de brandweer nog zwarte pakken had. Tegenwoordig hebben ze gele pakken. Maar dat zijn maar heel weinig stukjes, dus die is wel snel af, denk ik. Maar goed, veel rood, veel zwart, dus we gaan het zien. Ik ga even dit boekje doorbladeren. Ja, ik ben al aan het werk, maar ga even een bakje koffie halen. Ik zet elke uur een wekkertje dat ik even op en neer de trap afloop. Maar ik keek naar de lupines en die gaan ineens super hard, jongens. Moet je nou kijken. Kijk, daar zit ineens nog eentje bij. Er zaten er gisteren drie in. Nou, hier is ineens één boven water gekomen. Hier zie ik ook dat er nu twee staan in plaats van één. Ja, en deze, hier zit er nu ook eentje. En ik zag net nog iets groens. Dus, nou ja, ze gaan goed. Lekker groeien. En vannacht alles naar binnen, want er komt vorst. Nou, de eerste anderhalf uur vergaderen zit erop. Ik ga nu verder heel veel nakijken. Gelukkig is er veel binnengekomen, dat is wel fijn. Dus dat betekent dat ik aan de slag kan. Inmiddels is er ook een hondje wakker. Hallo. Jij zit hier, hè? Ja. Ja, lekker op het bed liggen. Hè, lekker liggen, ja. Dat is mijn co-werker. Mijn co-werker wil aandacht, maar ik moet echt even werken. Ja? Ja, is het niet mee eens. Nou, onafgebroken bezig geweest. Ik heb nu pauze. Ik heb even gauw aan tafel gegeten boven. Maar ik ga nu eerst even stofzuigen, want de trap is slordig. Dan ga ik verder met schilderen, tenminste met schoonmaken. Ik ga de bovenlat van de schuur doen. En daarachter dat witte stukje, zeg maar. En dat andere stukje is van de buurvrouw. Dus dat ga ik niet doen. Dat moet ze zelf doen. Dat hebben we afgesproken. Dat is net als dat ik moet doen daar een stukje, maar daar kan ik nu niet bij. En dan ga ik dat stukje doen en dan het zijkantje van de schuur en natuurlijk ook de andere achterkant van de schuur. Maar dat moet eerst geschuurd en schoongemaakt. Dus ik ben nog wel even bezig daarmee. En dan morgen schilderen. Zo, ik heb vol mijn schouders weer. Maar alles is geschuurd en schoongemaakt. Dat helpt al sowieso met het eruit zien. Het ziet er een stuk netter uit. Maar nu kan ik morgen gewoon rustig aan het schilderen. Dat kan ik met een rolletje doen. Dus het is echt, nou, 2 uur werk, denk ik. Dan is het weer klaar. Ik zie er altijd zo tegenop tegen dat stomme schilderen. Ik vind het echt gewoon niet leuk. Ik heb er geen plezier in. Dus ja, maakt ook zeg maar dat ik het gewoon zo lang mogelijk uitstel tot het echt niet anders kan. En dan de avondmaaltijd van vandaag. Gegrilde kip uit de oven en salade voor mij. En daar komen dan aardappeltjes nog bij. Kijk, schoon kip. De vleugeltjes. Nou, 180 graden of 200 graden, wat heb ik ze gezet? Nou, iets koken wel. 180 graden ongeveer. Een kwartiertje, dan omdraaien, nog 10 minuutjes. En dan zijn ze een kwartiertje en dan zijn ze echt super lekker knapperig. En het is gezond, alle vet dat is eruit gedruipt. En daarom heb ik er een bakplaat onder. Alles wat er dan uitdruipt en wat niet in het bakje wordt opgevangen, dat blijft dan lekker in de, op het bakpapiertje liggen. Dus dat scheelt een hele hoop ellende met schoonmaken. Ja, en ik ben ondertussen al even aan het puzzelen geweest tussendoor, want ik kon niet de hele tijd achter elkaar schuren. Dus die schiet ook alweer leuk op, want het is een hele makkelijke blijkbaar. Nee, het zijn ook maar 500 stukjes, dus het is echt een mini puzzeltje voor mijn idee. Maar er ligt er ook nog altijd een van 1000 stukjes klaar hoor. Nu ga ik even mijn drink opdrinken, dat zit in die beker. En dan ga ik wachten tot het eten klaar is. En dan, tenminste over een 10 minuten ga ik dan de sla maken. Nou, ik ga zo nog even weg. Ik ga nog even een poosje naar Valerie.
Dan ga ik gezellig eventjes een kopje thee doen en zo. Dus ik ben even een poosje uit de lucht, zeg maar. Want dan neem ik jullie niet mee heen vandaag. Laat de puk ook even hier, want anders raakt die helemaal in de stress. Maar ik ga die nu even uitlaten. Dan is dat in elk geval al gedaan. En dan komt ze straks alleen nog maar het kleine rondje. Ik ga even schoenen aantrekken. Want ik liep op mijn slof lekker. Ik had koude voeten weer eens. Ik snel, moet ik zeggen. Dus jullie zien me vanzelf alweer terug. Ja, terug, wou ik zeggen. Goed, tot straks. Ik ging wat in een tas stoppen en toen kwam ik dit tegen. Sommerijn, is hij al maanden, wat bijna een jaar kwijt. Is zijn microfoon van zijn headset. Dus die laten we hier nu maar. Ik heb hem al even geappt. En ik zal even aan het mondkapje maken, want die gaat natuurlijk met het openbaar vervoer. En Puk staat even vast aan de waslijnpaal. Ja, ja, rustig aan. We gaan een rondje lopen. Nou, het werd uiteindelijk een hele gezellige avond. Het is... Oh, wacht even, dat hoeft niet meer tegenwoordig. Hey Google, Nox. Hij zat Harry Potter, sorry. Is gewoon leuk. Als ik zeg Lumos, dan gaat het licht aan. Dat gebeurt ook in Harry Potter. Maar het was een supergezellige avond. Lekker daar blijven hangen. Dus het was fijn om eventjes gewoon bij elkaar te zijn. En natuurlijk ook goed nieuws dat alles langzaam maar zeker weer een beetje open gaat. Dat is wel heel erg fijn. Dus ja, nou... Ik ga hier de lichtjes uitdoen die ik wel uit moet doen. En dan ga ik lekker naar boven. Deze was al uit. Lekker mijn bed in. Morgen boodschappen doen naar de stort. Ik heb nu een stoel in mijn auto liggen die stuk is. Dus dat ga ik regelen. Ik ben buiten geweest en dan krijg ik elke keer een loopneus. Ik ben niet verkouden. Dat kun je ook wel horen. Dat is puur hooikort. Boodschapjes doen morgen dus. Nou, schilderen. Kijk ik echt naar uit. Maar het moet wel gebeuren. Goed, licht hieruit en op naar boven. Ik zie jullie daar. Kijk nou eens. Er is iemand heel hard aan het rennen. Hallo? Kom je zo nog even bij me? En hier kan ze gewoon in rennen zonder dat ze last van de rug krijgt. Ze kan gewoon plat lopen. Ze kijken jullie echt aan zo van, hallo? Nou, zoals je kunt zien is ze lekker aan het graven al. Dit is haar huis nu, hier zit ze ergens in. En er zat een tunneltje aan, maar die heeft ze al kapot geknaagd. Maar er komt binnenkort allemaal nog goed spul in. Nou, voor nood is dit ook wel even prima. Goed veel schuilplekjes. Wat rustenpebbels. Het is weer gelukt. Ik ben al in slaap gevallen. Het is inmiddels al ochtend. Ik weet niet of je het kunt zien. Het is vreselijk mistig buiten. Maar goed, ik ben gewoon vergeten de video af te sluiten. Dus... Dat doe ik nu nog weer even. En dan ga ik nog even lekker weer liggen. Het is nog maar 6 uur, dus ik kan nog een uurtje lekker liggen, want ik ben vrij vandaag. In elk geval dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Duimpje omhoog is tof. Abonneren is helemaal super. En dan zie ik je graag morgen in een nieuwe video. Hele fijne dag als je deze video nou eens morgens kijkt. Kijk eens 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen.